Concealers. Kleurcorrigerende concealers en high coverage concealers. Wat doet het en hoe breng je het aan? Ik begin uiteraard met de kleurcorrigerende concealers. De groene concealer tegen roodheid. De roze concealer om op te frissen, om alle schaduwtjes lichter te maken in het gezicht. En de gele concealer is voor paars-blauwe verkleuringen in de huid. Denk aan koeperrozen, gesprongen adertjes of hele paarse kringen die net even iets meer dekking nodig hebben. Daar is de gele concealer heel mooi voor. En de kleurcorrigerende concealers, die gebruik je na de foundation. Dus die komen straks aan bod. Allereerst wil ik beginnen met de oogcreme. Omdat als de huid onder de ogen goed gevoed is, de concealer veel mooier pakt. Een poeder op een droge huid, je kan je voorstellen wat dat doet. Dus breng eventjes netjes de oogcreme aan. Ik klop hem altijd een beetje in. En zorg ook dat in die hoekjes, waar het altijd zo lekker droog is, wat extra crème zit. En de kleurcorrigerende concealer breng je in principe aan met de concealerkwast. Dat is de 350. En gebruik je ook de groene concealerkwast op rode plekken. En grotere plekken in het gezicht als de wangen en de kin. Dan is deze platte kwast, de 320, heel fijn. Laten we gewoon eens beginnen met die groene concealer. Ik open hem op zijn kop. Dat fijne roostertje open. En dan laat ik wat product in het dekseltje vallen. Nu heb ik niet zoveel roodheid in mijn gezicht, maar ik ga wel laten zien hoe je hem het beste kan gebruiken. Laten we denken aan de grotere plekken in het gezicht, als de wangen en dergelijke. Dit is dan echt al genoeg. Ik verdeel het zelfs nog even in mijn kwast, want dan kan ik het veel zachter aanbrengen. De groene concealer is hoog gepigmenteerd, dus het is belangrijk dat je met hele kleine beetjes werkt en dat je zacht stempelend te werk gaat. Niet te hard drukken en daarna heel goed blenden. Oké, we beginnen op de wang. Ik stempel een beetje. En ja, zo'n groene concealer zorgt er eigenlijk voor dat je er best wel een beetje grauw en pips uit gaat zien. Dat is de bedoeling ook. Ik dip nog een keer. Het is namelijk de bedoeling dat hij de roodheid verdoezelt en afzwakt. Eigenlijk maak je je huid heel mooi rustig. En de foundation maakt het dan straks egaal. Ik dip nog een keer voor zo'n klein beetje. Het zijn echt inimini beetjes. En doordat ik het ook nog verdeel in mijn roostertje, valt er natuurlijk ook nog een hoop terug in het potje. Even die plekken goed verdelen. Als je dus echt allemaal groen op de huid ziet, dan heb je te veel gepakt. En dat is zonde. Zie het zo, je gaat laagje over laagje over laagje, dus uiteindelijk heb je een super mooie dekking. Heb je nou net als ik wat roodheid rondom de neus, dan pak ik nog het kleine concealerkwastje, ook weer eventjes dippen. En dan ga ik heel zachtjes, eigenlijk als een schilder, een beetje zo rondom die neus het wat minder rood maken. Ja. En zolang je die groene concealer niet heel duidelijk op de huid ziet, zeg ik pak gewoon de hoeveelheid die jij mooi vindt en die voor jouw roodheid werkt. Want iedereen heeft weer andere plekjes in het gezicht die aandacht behoeven. Ja, de roze concealer is natuurlijk echt een allemans vriend. Hier raken we allemaal fan van zodra je hem gebruikt hebt. En waarom? Je ziet er gewoon uitgeschrapen en fris uit. Ook weer wat product in het dekseltje. En dan met die fijne concealerkwast, de 350, ga ik hem aanbrengen. Wat doet de roze concealer? De roze concealer zorgt ervoor, ik ga hem gewoon aan één kant aanbrengen. Dan zie je eigenlijk het meteen. Ik hoef het niet eens uit te leggen. Ik kan dit gewoon doen zonder te vertellen wat het doet. Want dit is zo'n verschil. De roze concealer maakt alle schaduwplekken in het gezicht lichter. Iets wat licht is, pakt de aandacht, komt naar voren en ziet er uitgeslapen uit. Dus, wat kan je met die roze concealer doen? Opfrissen, lichte rimpeltjes, overal waar schaduw invalt of pigmentvlekjes.
die verdoezel je met die roze concealer. He, dus denk aan een fronsrimpel, aan lachlijntjes, lijntjes boven de lippen die wat schaduw geven hier. Hè? Donkere hoekjes, als hier in het ooghoekje en aan de buitenkant. Het frist de bol op. Ja, je kan hem ook over je ooglid heen halen als je dan toch je kwastje schoon wil maken. Om alvast wat dekking en stroefheid op die oogleden te geven. Schaduwplekjes bevinden zich ook altijd rondom de neus, hè, hier zo. En dan kan je eventueel die lijnen nog meenemen. Of rimpeltjes bij de mond, mondhoekjes die naar beneden hangen, die fris je hiermee op en die gaan eigenlijk gewoon meteen een stukje vrolijker staan. Ja, dit is echt super fijn. Roze concealer laat je nooit zitten zonder foundation overheen te halen. Überhaupt niet. Bij alle concealers, de kleurcorrigerende concealers, gaat er altijd nog foundation overheen. Ja, het is jammer dat ik de gele concealer niet kan laten zien. Maar de manier van gebruik is natuurlijk hetzelfde als met andere concealers. En hij is heel mooi op paarsblauwe plekjes in het gezicht. Als je jezelf dan zo mooi hebt opgefrist, dan is het tijd voor de foundation. En daarna ga ik je laten zien wat die high coverage concealers dan nog doen. Nu de foundation goed op mijn gezicht zit, wil ik laten zien waarom het zo belangrijk is om die foundation ook mee te nemen over de kleurcorrigerende concealers. Dus mijn foundation Bisque heb ik nu op Concealerkwast 350 en daarmee ga ik de plekjes nog even aanstippen waar ik ben geweest met de kleurcorrigerende concealer. Ik ga het aan één kant laten zien waarom dat zo belangrijk is. Ook weer heel licht, hè? Net weer als een schilder, gewoon zachtjes over het canvas. Kijk, aan deze kant is de concealer nog een beetje glazig. Het wordt een beetje paarsig. Aan deze kant zie je dat de concealer eronder zit, want hij frist nog steeds mijn oog op. Maar hij is niet glazig aanwezig. Dus eigenlijk zorg je ervoor, door de foundation erover te halen, dat het mooi één geheel wordt en dat het bij elkaar past. En dat het niet opvalt dat je stiekem gesmokkeld hebt met een concealer. Je ziet er gewoon fris uit en fris en uitgeslapen uit, laat ik dat maar zeggen. En natuurlijk is het nu nog wat poederig. En als je dan naar jezelf in de spiegel kijkt, denk je, misschien worden mijn rimpeltjes wel een beetje geaccentueerd of het lijkt droger onder mijn ogen. Dat klopt, maar je moet ook niet zo ongeduldig zijn. De huid heeft heel even nodig om de huidolie te laten samenwerken met het poeder. Dus met een half uurtje, 20 minuten, een half uurtje, dan in één keer is het één geheel en dan wordt het die hele mooie naturel look. Of misschien juist wel het pittige make-upje waar je van houdt. Dan wil ik doorgaan met de high coverage concealers. De extra light, de light, de medium en de warm. High coverage concealers gaan altijd over je foundation heen. De high coverage concealers geven net even die extra dekking, die extra camouflage op plekjes die jij storend vindt of waarvan jij vindt ze behoeven nog wat aandacht. Het is geen must-have, al moet ik wel zeggen, als je er eenmaal aan begint, dan is het wel echt een blijvertje. Ik heb bij de foundation Bisque gekozen voor de kleur Light. En als ik die openmaak, stort ik ook gewoon weer dat product in het dekseltje. En gebruik ik de kwast 360, omdat deze heel mooi schuin is en wat harder. Hij bootst eigenlijk het vingertopje na, zodat je bijvoorbeeld een pukkeltje of een pigmentvlekje of een couperose plekje nog net even wat extra naar de achtergrond kan doen verdwijnen. We gaan de high coverage concealer gebruiken. En met de high coverage concealer vind ik het altijd fijn om onder mijn ogen toch nog even wat extra dekking te geven. En je kan hem natuurlijk ook in dat mooie driehoekje naar beneden trekken. En dan meenemen hier aan de bovenkant van het jukbeen om te zorgen dat het oog heel goed open gaat staan. En doordat je het onder het oog opfrist,
Zo, nog even in de spiegel kijken. Zo, onder het oog opfrissen. Gaat het oog er nog uitgeslapener uitzien. Eigenlijk kan je hier dus ook heel goed mee shapen als je dat leuk vindt, high coverage concealer. Daar is hij heel geschikt voor. In eerste instantie zou ik hem gebruiken om plekjes die na de foundation nog net even iets meer aandacht behoeven, of waarvan jij vindt dat ze storend zijn, dat je dan nog een klein beetje kan stempelen om ze weg te werken. Ja, en als je het leuk vindt om een highlight te gebruiken, maar je huid is er niet geschikt voor, hè, dan is de High Coverage Concealer jouw nieuwe beste vriend. Net even wat meer camoufleren. En als dit bij elkaar allemaal mooi is ingetrokken en de huidolie heeft samengewerkt met de poeders, ja, dan heb je zo'n prachtige basis. Dit waren de concealers. Probeer het uit. En ik ben benieuwd wat voor resultaat het bij je geeft. Dag!